Ik wil gewoon dat ze een band hebben. Ik wil weten dat, of het mijn moeder is. Hè. Zo wil ik met ze omgaan en met al die mensen. Van wie is die hond? Die is van mij. Ik heb deze hond in mijn armen gekregen en toen dacht ik, ja, ik wil er ook wel iets bijzonders mee doen. Dus ik ben op een gegeven ogenblik via Wilskracht Werk, toen hadden ze zo'n actie van, we willen een hondenproject hebben. Dat betekent leuk bij de oude mensjes komen of mensen die eenzaam zijn, gezellig op visite, dus lekker op kamerbezoek, gewoon dat ze lekker een beest kunnen vasthouden, lekker kroelen. Heb je gemist, weet je nog? Ja. Ze hebben iedere keer gezegd, dat is toch jouw kind, hè? Saamhorigheid, het geven, het doorgeven van warmte en liefde. De mensen zitten vaak helemaal alleen op een kamertje. Ja. Komen soms, ze hebben natuurlijk heel veel activiteiten, maar dit is echt hun kind. Wij nemen de tijd ervoor. Het is niet zo van, hallo, ze knuffel met de hond en zet maar neer. Ja. Ik wil gewoon dat ze een band hebben. Ik wil weten dat, of het mijn moeder is. Hè. Dus eigenlijk of je op visite bent. Zijn broers opzoeken. Ja, zie je. Zo, nou, hij hoort. Want je, wel elke dag komt er... Nou, de politiek zou ze eigenlijk een beetje... Een beetje samen moeten vatten. Nou, samen moeten vatten, lieve schat, zal ik je wat vertellen. Ja, ik denk wel eens bij mij, laat de politiek nou zelf families hebben die zo alleen achterblijven in zo'n huis. Ja. Ze doen af en toe, komt er een gebakje naar binnen gegooid van, hier zijn ze. Maar ze moeten eens weten hoeveel mensen gewoon op het buitenleven zitten te wachten. En niet met dingetjes van in een kamertje afwachtend totdat het niet meer kan en je bent er niet meer. Dat vind ik eerlijk gezegd mensonwaardig om zo verder te moeten leven. Rotterdam is één geheel met ons allen erin. Anneke de Neef. Ze is familie van niemand. Maar komt waar iedereen haar ziet en herkent. Met de hond aan de riem, allemans vriend. Verzorgt zij de mensen die achtergelaten zijn, ergens binnen. Niet eens meer van de natuur kunnen genieten. Met de knuffelhond op schoot brengt zij een glimlach terug die buiten vergeten was. Alsof het haar echte, eigen familie was. Jullie hebben maar één taak. Doe desnoods ons na.